De studentenvereniging KSV hield van 24 tot en met 26 november een Friends Serious Request om geld in te zamelen voor de stichting Van Wal naar Schip. Zeven studenten hadden een speciale actie. Ze gingen 380 kilometer skelteren door Nederland. Ook Hart van Nederland was aanwezig voor een interview. Rond de 380, ja. Dus naar de kust en terug naar Duitsland. Rond de 380 is het uiteindelijk geworden. Maar wat is nou jullie hoogte- en dieptepunt van dit weekend? Zo. Nou, ik denk dat een van de hoogtepunten in ieder geval voor een aantal de bruggen waren. Specifiek jullie, Nikos en Max, die hadden in Rotterdam een mooi stukje. Ja, de Erasmusbrug. Sowieso Rotterdam. Daar reden we vrijdag op zaterdagnacht doorheen. En dat was eigenlijk wel de beste plek om 's nachts doorheen te rijden. Want ja, er zijn er nog gewoon nog best wel veel mensen op de benen en ook dronken mensen. En dronken mensen vinden het natuurlijk hilarisch om ineens een paar gasten op de skelter te zien. Dus ook op de Erasmusbrug liepen we daar, of moesten we het eerste stukje echt een beetje lopen en de skelter duwen om omhoog te komen. Maar daarna echt over de Erasmusbrug rijden. En daarna richting het Feyenoordstadion, richting de Kuip. Dat was wel mooi. En ook leuk omdat dat er veel mensen op de been waren. Wie zou het taaist hebben dit weekend? Oh. En daar kwam een eenduidig antwoord op. Dat was een eenduidig antwoord. En dat is ook een eenduidig antwoord. dat was natuurlijk Wout. Maar, en Wout heeft naast het heel zwaar op de skelter, het ook heel zwaar in de arena gehad. Want die is er tussendoor even uitgepiept om naar het uitvak van Vitesse te gaan. Of in ieder geval in de arena. En daar even toch een voetballesje van een potentiële degradaat te krijgen. Hartelijk bedankt mannen voor jullie inzet en deze monsteractie. We zijn een redelijk jonge stichting. We bestaan 2 jaar. En wat we doen, we helpen de kinderen van minimagezinnen om zich wat meer onderdeel te voelen van de maatschappij. Omdat zij in een gezin leven waar het financieel niet altijd haalbaar is om je verjaardag te vieren. Of Sinterklaas. Of om met een leuke etui in een agenda aan een nieuw schooljaar te beginnen. Dus wij ondersteunen ze op 6 momenten in het jaar. Om ook daarmee indirect de ouders te ondersteunen. Zodat ze zich niet druk hoeven te maken of ze wel een Sinterklaas cadeautje kunnen kopen voor de kinderen. Dat doen we voor tientallen gezinnen. We zijn redelijk kleinschalig, omdat ik het ook belangrijk vind om bij de mensen thuis te komen, zodat je weet wat er leeft en wat ze nodig hebben. Dus ieder cadeautje wordt door ons gewoon persoonlijk met z'n tweeën gekocht, ingepakt en afgeleverd. En dat maakt het heel leuk om ook betrokken te zijn bij de kinderen. Dat is wat we doen. En het geld wat we vandaag ophalen, daar doen we een extraatje voor de kinderen. Dus die mogen allemaal een winterwens doen. Nou, dat kan zijn dat je nieuwe winterkleren wil uitkiezen. Of misschien wil je wel met je broertjes en zusjes een dagje naar de Efteling. Een keertje uit eten, wat misschien niet altijd mogelijk of eigenlijk nooit mogelijk is. Of een paar keer naar de bioscoop deze winter. Dus we zijn heel benieuwd wat het heeft opgeleverd. Het is natuurlijk al fantastisch wat er nu al staat. Dat is eigenlijk denk ik al wel boven verwachting wel van iedereen. En wat ik ook wel leuk vind om te vertellen. Kijk, tuurlijk super tof wat die skelterjongens hebben gedaan. Jullie hebben wel de toon gezet. Dus echt diep respect dat jullie dit gedaan hebben. Maar daarnaast, ik was gisteren ook op de markt. Ook heel tof om te zien dat mensen brownies hebben gebakken. Daar rendiertjes van hebben geknutseld. Ik moest dobbelen voor wat ik ervoor moest betalen. Superleuke acties. Dus van klein tot groot zie ik gewoon een hele enthousiaste groep studenten die heel erg sociaal begaan is met Wageningen. En ja, vinden wij dat wel hartverwarmend om te zien dat jullie dat belangeloos zo'n heel weekend doen. Hè? Of je nou in de kou op de skelter zit of tot diep in de nacht nog radio zit te maken. Maar ja, diep respect voor jullie allemaal. En alvast heel erg bedankt dat we hier onderdeel van mogen zijn. 6.129,80 euro. Ja.